van 20 tot 25 graden heeft een koe hittestress. En kameel heeft dat pas bij 40 graden Celsius. Deze wortelen komen uit Australië en ze kosten 5 euro. En dan kun je wel uittellen wat 30.000 keer 100.000 euro is en wat daar dan voor vermogen staat. Die komt bij Campina weg. Dus stel je levert melk aan Campina in Nederland, dan... Van koeien en kamelen tot de avondzon, je ziet het bij Dus Farmer John. Welkom bij vlog 3. En vandaag zijn we op de kamelenboerderij, zoals je ziet. Ze hebben hier 8.000 dieren en ze melken er 1.900. En waarom dat is, zal ik jou uitleggen. We worden hier dus rondgeleid door een dierenarts uit Europa. Hij is hier een beetje de manager. Hij houdt het voedsel in de gaten, hij houdt de gezondheid van de dieren in de gaten. En hij heeft ons een tour langs de kamelen gebracht. Helaas mochten we niet te veel filmen van hem. De reden weet ik ook niet zo goed, maar het mocht niet. Maar ik heb wel wat beelden kunnen maken. Op dit bedrijf staan dus 8.000 kamelen. En er worden er maar 1.900 gemolken. Maar 1900, er zijn er alsnog een hele hoop. Maar het is wel een groot verschil als je het bekijkt met koeien. Als een kameel wordt geboren, duurt het 5 jaar voordat het een kalfje kan krijgen. En net als met koeien moet de kameel eerst een kalfje krijgen voordat het melk gaat produceren. Dus vanaf 5 jaar geeft een kameel pas melk. Een kameel heeft ook een langere draagtijd dan een koe. Een koe is 9 maanden zwanger, een kameel 13 maanden. Dit betekent ook dat de droogstand veel langer is. Een kameel staat bijna een heel jaar droog. En dit bij elkaar maakt dus het grote verschil tussen de aantal kamelen die gemolken worden en de aantal kamelen die daar blijven. Een groot deel van de kamelen is dus nog een kameelkalf of een droogstaande kameel. Een goed producerende kameel geeft per dag ongeveer 8 tot 9 liter melk. Wat bijzonder is aan de kamelenmelkerij, in Nederland heb je dus ook, is dat er heel weinig informatie is. Van koeien weten we heel veel, we weten wat een goede vader is, hoe je met fokkerij om moet gaan om de dieren nog meer te verbeteren. En eigenlijk is dat bij kamelen pas in 2006 begonnen. Dus ze weten heel weinig over hoe kunnen we nou een juiste kameel ontwikkelen die in de juiste omstandigheden heel goed kan produceren en dus voedsel kan maken voor de mensen. Nou, hier in Dubai groeit dus helemaal niks, het is alleen maar woestijn en droogte. Een kameel kan daar dus heel goed tegen. En de dierenarts die hier rondlopen verwachten ook dat bijvoorbeeld in de toekomst, waar de mensen het meest groeien, in Afrika en dus waar de voedselproductie zal moeten toenemen, daar is dus ook heel erg droog. En dat betekent bijvoorbeeld in Afrika, waar weinig water is, daar zullen de kamelen dus beter kunnen produceren dan koeien. Omdat die gewoon veel beter met het klimaat kunnen omgaan. Wil je nog wat vertellen? Zo, vanuit de kamelenboerderij zijn we weer teruggereisd naar de stad Dubai. Zoals je om me heen ziet, we zijn weer omringd door de grote gebouwen. En we gaan hier even kijken in het winkelcentrum. We zijn zojuist eerst bij de Ghassan About Group op visite geweest. Daar hebben we een leuke toespraak gehouden met Youssef. Youssef heeft een presentatie gegeven over het bedrijf, wat ze doen. Youssef vertelde dus dat er heel veel handel is binnen de About Group. En ze hebben bijvoorbeeld een plek waar ze 30.000 auto's kunnen neerzetten. Die komen rechtstreeks van de fabriek, die zijn dus nieuw. En dat betekent dat ze ongeveer een gemiddelde prijs hebben van 100.000 euro. En dan kun je wel uittellen wat 30.000 keer 100.000 euro is. En wat daar dan voor vermogen staat. Zo groot is dat bedrijf. De groep die handelt in heel veel. Ze hebben transport, ze handelen in auto's, ze handelen in voedsel. En nu zijn ze ook bezig met hun eigen winkels aan het opzetten. Ze handelen eigenlijk over de hele wereld en het is een mega bedrijf. Met 7 kleine bedrijven eronder. Heel veel onderwerpen om te bespreken. Ook een hele leuke was importeren, exporteren vanuit Nederland. De Nederlandse overheid wil heel graag het exporteren van melk verminderen. Minder dieren in Nederland, zodat het beter zijn voor het klimaat. Wat daarvan klopt, weet ik ook niet. Youssef zei eigenlijk, als Nederland iets wil betekenen in het klimaat, dan moeten zij gaan praten met Amerika en China. Anders gaan ze helemaal niks toevoegen. En toen hebben we allemaal geapplaudisseerd voor Youssef. Want we vonden dat heel mooi dat het zo iemand die wereldwijd handel heeft, een gigantische grote vermogen heeft, dat eigenlijk kan toelichten. Heel erg leuk. We gaan nu kijken in zijn winkel. Ik neem jullie mee. Het ziet er echt super tof uit, kan ik je vertellen. Dus blijf kijken. We staan hier dus in de supermarkt samen met de eigenaar en hij heeft
meerdere supermarkten door heel Arabische Emiraten heen. Moet je eens kijken hoe mooi alles erbij ligt. Je hebt dus alle fruit. Alles is wel geïmporteerd. En die handel die organiseert hij. Dus ze vertelden dat alles wat geconsumeerd wordt in de Emiraten, daarvan 95% wordt geïmporteerd. Dus ze produceren 5% zelf van hun voedsel en 95% wordt geïmporteerd. Dat is een hele hoop. Door middel van goede handeldrijven weten ze dus mooie supermarkten op te zetten en alle producten dus aan te bieden aan hun inwoners. Dus ze vertelde dus dat deze aardbeien en deze blueberries die komen dus wel uit de Arabische Emiraten. Die hebben ze zelf geproduceerd. Ziet er goed uit. Hier heb je dus de verse krappe sla. Die liggen hier gewoon. Pepers, paprika's. Alles netjes op kleur. Kijk, de wortelen zijn zelfs netjes neergelegd. Dit is echt super mooi om te zien. Deze wortelen komen uit Australië en ze kosten 5 dirham. Een dirham is de Dubaise geld. En volgens mij moet je dat delen door 4 en heb je de euro. Dus het is dus iets meer dan een euro per kilogram. Ja. Zelfs bloemen hebben ze dus in deze winkel. Als Nederlanders telen we natuurlijk zelf de bloemen en kun je die zo kopen in de supermarkt. Nou, hier zie je al, ze komen uit Kenia. Ook weer geïmporteerd, maar ze staan er super bij. Echt heel mooi georganiseerd. Hier hebben ze een koffiehoekje. En verderop onder andere eten en drinken. Maar ook de slager zie je daar achterin. De viswinkel. En zo heb je van alles. Zelfs de inrichting voor je huis kun je hier kopen. Een pizzeria. Ook in deze supermarkt. Kom je aan bij een afdeling van de supermarkt. Geen halal vlees. Dat betekent dus dat er varkensvlees in zit. En voor het geloof mogen de meeste Arabische mensen dat niet eten. Dat is onrein. Hier wordt toch varkensvlees verkocht. Best wel speciaal. En de eigenaar zei dat het toch al verkoopt. Omdat hier in Dubai ook wel gewoon Europese mensen zijn die varkensvlees willen eten. Dus, ook dit ziet er weer erg netjes uit allemaal. This is all from Georgia. Dit is dus honing en aardbeien, jam, geïmporteerd uit Georgië. This is products from Hatay. Actually, what we did was, what happened last year, we met with the... Nou staan we hier dus tussen de verse zuivelproducten. En dan komen wij de melk tegen van het melkveebedrijf van de vorige video. El Rawabi, daar staat hij. Verse melk van het melkveebedrijf met zo'n 17.000 dieren. Bijzonder om te zien. En nog meer is dat we hebben de frico-kaas gevonden. En die komt bij Campina weg. Dus stel je levert melk aan Campina in Nederland, dan ligt wellicht uw kaas hier in de winkel in Dubai. Het is heel bijzonder om te zien hoe ze al die producten importeren. En dus eigenlijk maar een klein percentage zelf produceren. Dat eigenlijk hier in deze winkel liggen dus producten over de hele wereld. Pakistan, Egypte, overal komt het weg. En dat is wel heel indrukwekkend om te zien. In Nederland leggen we dus de nadruk op heel veel zelfvoorzienend zijn. Dat is duurzaam, want minder handel is minder CO2. Nou ja, volgens mij als zoveel landen nog zoveel handel drijven, wat zijn we dan als Nederland zijn toch aan het doen met elkaar? Dat is echt dat is niet te beseffen. Nou, we zijn nog een beetje aan het napraten in de bus en het is erg leuk om rond te kijken, zoals je ziet. We zijn nu heel dicht bij het water. De camera's gaan omhoog over de hoge torens. Yusuf die ons rondleidde, die heeft ook al eens een bakje koffie gedronken met Mark Rutte. Leuk om met hem in gesprek te zijn. Hij vertelde dus bijvoorbeeld dat 7% of 8% van alle inwoners hier in de Emiraten eigenlijk maar een emiraat is en dat de rest allemaal ook geïmporteerd is, zou je kunnen zeggen. Dus dat ze niet alleen voedsel importeren, maar ook mensen. Nee, dat zijn dus gewoon mensen die zijn hier komen wonen, zowel arbeiders als slimme ingenieurs. Dat verschilt heel erg en daarvan is 32% van die overige mensen zijn mensen met 100 verschillende nationaliteiten en die andere percentages zijn voornamelijk Pakistanen en Indianen.
Dus ja, mensen uit India. Nou, de dag komt bijna tot zijn einde, zoals je ziet. We zitten nog in de bus die voor ons vandaag weer de hele dag goed rondgereden. En het is morgens en 's avonds dat we eigenlijk standaard in de file rondom Dubai en de plek waar ons hotel is. Het is echt verschrikkelijk druk, maar ja, dat heb je met die grote steden, hè. Dat verandert niet. Nou, je ziet er echt nog een paar mooie auto's rijden. Lamborghini hebben we al gezien, Porsche. Ah, dat is genieten. R&R wordt nog wat nieuws gebouwd en het is verbazingwekkend wat we allemaal zien hier. Kijk hoe mooi, alles zit in de verlichting. We lopen nu de Dubai Mall binnen en daar gaan we lekker een hapje eten op zoeken. We staan hier op een hele mooie plek. Ik sluit de video hierbij af. We hebben een hele leuke dag gehad, we hebben dus kamelen gezien. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen informeren, ook over het tweede bedrijf waar we vandaag zijn geweest. Echt een hele leuke ervaring was het. Veel gezien. Vandaag sluiten we de dag af in de shoppingmall. Als jou zou ik abonneren, doe een belletje aan. Dan krijg je direct een berichtje als de video online komt. En dan zien we elkaar later weer. Bedankt. Doei.